Welkom bij 24trains.tv en wat fijn dat je weer kijkt. We hebben opnieuw mooie treinenfilms voor je. Deze keer nemen we je mee naar zonnig Turkije. Daar hebben ze prachtige stoomlocomotieven. En dat is uiteraard niet alles, want we hebben natuurlijk ook weer veel nieuw beeldmateriaal. En als inmiddels ook gebruikelijk, de trein van de week. Eind jaren 80 reden er in Turkije nog stoomlocomotieven rond in actieve dienst. De stoomtractie was wel op haar retour. Reden genoeg voor diverse stoomliefhebbers om naar het land af te reizen en de stoom in reguliere dienst nog snel vast te leggen voor het nageslacht. Bij 24trains.tv kan je nu naar een nieuwe exclusieve film kijken waarin deze stoomtractie uitgebreid in beeld is gebracht. De film is opgenomen op verschillende plekken in het land en je kan genieten van prachtige, authentieke opnamen. En dat is nog niet alles, want we hebben nog een andere prachtige film uit datzelfde Turkije, maar straks daar meer over. Railhobby is een Nederlands tijdschrift voor modelspoor- en spoorwegliefhebbers. Het tijdschrift behandelt 10 keer per jaar het verleden, heden en de toekomst van modelspoor- en spoorwegen binnen en buiten Nederland. Bij 24trains kun je altijd de nieuwste Railhobby lezen en je betaalt er niets extra's voor, want het zit bij de prijs van je abonnement inbegrepen. In het Duitse Chemnitz wordt ieder jaar in augustus het zogenaamde Heizhausfest gehouden. Dit stoomfestival wordt georganiseerd door het Saksische Spoorwegmuseum in het depot Hilbersdorf. Dat is het grootste nog functionerende stoomlocomotiefdepot van Europa. En het Heizhausfest is een van de grootste treinevenementen in Europa. Bij 24trains.tv kan je een compilatie zien van eerdere edities van het Heizhausfest. Dat niet alleen, want er zijn ook nog video's van speciale ritten die georganiseerd werden door het jaar heen. Prachtig om al dat mooie Duitse museummaterieel rond te zien rijden. 24trains duikt ook weer even terug in de archieven van een Nederlandse treinspotter in Eindhoven. Deze keer staan de jaren 2002 en 2003 centraal. Te zien zijn onder andere beelden van speciale ritten ter gelegenheid van het nieuwe ondergrondse station in Best. Daarnaast enkele opnamen die rond Gouda zijn gemaakt, diverse stoomritten van de Stoomstichting Nederland en testritten met een BR-189 die toen net nieuw op het Nederlandse spoor verscheen. Zoals je ziet hebben we iedere week weer wat nieuws bij 24trains.tv. En onze collectie groeit maar door. Met meer dan 3500 treinenfilms en magazines zijn wij de allergrootste treinenmediatheek ter wereld. Ga dus nu meteen in een sneltreinvaart naar 24trains.tv en word abonnee. Voor maar €4,99 per maand, iets minder dan €5, ben je dat al. Dus voor die prijs hoef je het niet te laten en maak je je treinenhobby helemaal compleet. In 1988 werd een rondreis door Turkije gemaakt om de laatste Turkse stoomlocomotief in actie vast te leggen. In een exclusieve film die alleen bij 24trains is te zien, nemen we je mee naar diverse plaatsen waar toen nog stoomtreinen reden. Zo reden ze nog rond in het westen van Turkije, op onder andere de spoorlijn tussen de hoofdstad Ankara en de westelijke havenstad Izmir. De Zwarte Zeekust werd ook bezocht. Prachtig om deze loks aan het werk te zien. Eerder hadden we al een film op 24trains met Turkse stoomtreinen die een jaar later gemaakt werd. Robuuste machines werden gefilmd die toen nog in de zware goederendienst reden bij de Zwarte Zeekust. Twee prachtige exemplaren uit Duitsland, de 45017 en de 45049, vervoerden dagelijks 3 of 4 paardtreinen van de havenstad Erekli naar de kolenmijn van Schwachenkoek. De zogenaamde eilandspoorlijn heeft het karakter van een bergbaan omdat de route gestaag en met veel bochten omhoog gaat. Ook zijn er talloze tunnels, haarspeldbochten en een prachtig landschap. De stoomlocomotieven deden hier het zware werk door dagelijks lange kolentreinen te vervoeren. Altijd gecombineerd met personenvervoer in deze onbegaanbare regio. Genoeg prachtige stoomscènes dus uit Turkije. Exclusief hier bij 24trains.tv. Dacht je dat we modelspoor vergeten waren? Natuurlijk niet. Zin om mooie Britse modelspoortreinen en modelspoorbanen te bekijken? Dat kan. Want er werden opnamen gemaakt van het London Festival of Model Railways, die je nu bij 24trains kunt bekijken. Uit alle tijdperken waren prachtige modelspoorbanen te zien in verschillende schalen. De banen waren perfect afgewerkt met oog voor elk detail en met typisch Britse spoorwegtaferelen. Het is allemaal te bekijken in een tweedelige serie met meer dan 1 uur aan prachtig beeldmateriaal.
Zoals je weet heeft 24trains.tv meer magazines dan alleen rail hobby. Zo hebben we iedere maand de Model Railroad Hobbyist uit de Verenigde Staten. Elke editie van ruim 140 pagina's zit boordevol how-to's, tips en tricks en over hoe je jouw favoriete hobby nog beter kan beoefenen. En dan toch nog even naar Zwitserland, treinenland nummer 1 en mijn favoriet zoals je weet. Het laatste deel van een driedelige film over het goederenvervoer bij de Rhetische Baan is nu te zien. Genieten van het prachtige Zwitserse alpenlandschap en de goederentreinen van de RHB die zich een weg banen door de bergen. Dames en heren, goedemorgen. De trein van de week. Dat is natuurlijk een stoomlocomotief. Het is de bouwrijen 50, een Duitse goederenlok. We hebben veel films over deze imposante machine, dus ga snel naar 24trains.tv en zoek op BR50. En wat is jouw favoriete trein die trein van de week moet worden? Laat het ons weten in een comment onder deze video. Of stuur even een mailtje naar info@24trains.tv. Zoals je ziet hebben we de beste films en magazines met alles wat met treinen te maken heeft. Waar wacht je nog op? Ga in sneltreinvaart naar 24trains.tv en neem dat abonnement. Voor maar €4,99 per maand ben je al abonnee. En geef deze video natuurlijk een like en abonneer je dan ook meteen op ons YouTube kanaal, zodat je altijd op de hoogte blijft van onze nieuwste video's. Stap in bij 24trains.tv, de Netflix voor de treinenliefhebber.